We hebben onze jaarlijkse traditionele back-to-business barbecue. Wat we altijd doen met vendoren. Er komen meestal 150, 200 mensen. Dat is lastig. Dat doen we altijd bij ons op de locatie in Hilversum. Dat is nu lastig. Dus we hadden zoiets, een andere locatie, buiten. We hebben wel een tent erover, maar ja, de weergoden die zijn met ons vandaag. We hebben het opgeknipt in twee delen. We hebben afgelopen dinsdag en nu donderdag hebben we ongeveer 75 tot 80 mensen... Waar wij zaken mee doen bij elkaar. En het allerbelangrijkste vinden we de chemie moet terug in het elkaar ontmoeten. Voor heel veel mensen is het eigenlijk een reunie. Ze hebben elkaar een half jaar niet gezien. We zitten toch allemaal in dezelfde vijver te vissen. Dus je komt elkaar veel tegen. Nou, en daar hebben we deze locatie voor gevonden. En iedereen is heel enthousiast. Natuurlijk, we willen geen grappenhuisje. Dus we houden ons keurig aan de regels. Ook echt, mensen moeten zitten aan tafels. Maar dan kan je wel van de ene tafel weer naar de andere gaan en dergelijke. Ja, je hebt het over zaken doen. Een half jaar achter de rug ondertussen in een bijzondere situatie. Hoe gaat het nu? We hebben natuurlijk allemaal nog last van... Ja, de coronasituatie. Als ik naar de business kijk, vanuit SLTN dan in ieder geval, hebben we het gewoon enorm druk. We hebben een forse groei laten zien, dus we zijn anticyclisch zijn we bezig. Omdat onze klanten over het algemeen toch een forse mate van IT-componenten in hun bedrijf hebben, daar dus ook afhankelijk van zijn. Wat eigenlijk alleen maar is toegenomen door het altijd en overal maar kunnen werken. Dus wij hebben het gewoon heel erg druk. En we zien ook de tendens dat bedrijven versneld op dit moment zeggen... de techniek willen we outsourcen, regel dat voor ons. Dus managed services, maar ook heel veel uitbreidingen op producten. Nu heeft deze situatie tot een, je gaf het eigenlijk al aan, een soort versnelling geleid van digitalisering op sommige vlakken. Ja, ja. Hoe zie jij dat in de komende tijd? Het is niet meer aan het huis werken, het is vanuit huis werken. Of eigenlijk overal vandaan werken. Ik denk dat dat blijft, op een bepaalde manier. Ik denk de woensdag en de vrijdag, dat worden eigenlijk de ik ben niet op kantoordagen, laten we het dan zo stellen. Dat zag je natuurlijk voor een deel ook al op de vrijdagmiddag en op de woensdagmiddag. Maar ik denk dat dat zich echt nestelt. En dat de maandag, dinsdag en donderdag eigenlijk de werkdagen worden. Waarbij mensen niet 8 uur naar kantoor gaan, maar wel een paar keer op kantoor komen of op een locatie met elkaar, misschien is dat een beter woord, om dan toch dat menselijke contact te hebben, die chemie, waardoor je toch anders werkt, de creativiteit die je mist vanuit de korrelige zoomschermpjes, om het zo maar even te zeggen. Dus dat zien we en daarmee zien we dus ook bijvoorbeeld, we zijn nu echt aan het nadenken met ons leaseautobeleid. Ja, de standaard was 48 maanden, 40.000 kilometer per jaar. Nou, we hebben het nu over 30.000, 25.000 kilometer per jaar. Dus er zijn allerlei aspecten die, denk ik, blijven nadat we vaccins hebben. Hoe kijk je aan tegen de komende maanden? De economische ondertoon is eigenlijk nog best wel goed. Ja, ik geloof persoonlijk toch meer in een V-vormige herstel van de economie. En je hoort ook om je heen, China groeit weer. Dus eigenlijk net zoals we dicht gingen, denk ik dat we ook weer open gaan. Dat vanuit het Verre Oosten langzamerhand de productie weer omhoog komt, dat wij ook op die manier weer gaan. Dus, maar de IT-branche is een goede branche, dus ik kan natuurlijk niet, horeca en dergelijke, dat is heel vervelend. Maar de brede economie, de BV Nederland, zie ik persoonlijk wel weer goed hieruit komen.